Goedemorgen! Het is vandaag zaterdag en dat betekent dat we weer met de auto op pad gaan. Ik heb er echt heel veel zin in. We willen vandaag naar Casabau als het geopend is. We gaan eerst eventjes winkelen in Willemstad, want we zagen dat daar dus best wel een groot winkelcentrum zit. En dat hebben we echt niet geweten. Dus daar gaan we even langs. En ze hebben voor vandaag hier code geel afgegeven voor extreme hitte. Dus misschien wel goed om eerst eventjes lekker te gaan winkelen en dan pas het strandje te pakken. Als we verder nog tijd hebben, gaan we ook nog eventjes naar Porto Marie. Naar de varkentjes en verder geen idee. We moeten straks nog eventjes reserveren voor een restaurant hier in het hotel. Geen idee welke vandaag open is. Misschien hebben ze wel weer zoiets leuks. En anders die andere restaurantjes zijn ook echt helemaal prima. Het weer is echt heel erg mooi. Ik kijk nu achter de camera naar buiten. Maar het is zo mooi weer. We hebben net al eventjes ontbeten. En vandaag konden we zelf kiezen wat we in onze eieren wilden. Dus dat was wel heel leuk. Dus we hadden allebei een groot roerbak ei met kaas en ui. Mega lekker. Ik had er ook nog even wat watermeloen bij. En ja, handdoekjes hebben we net opgehaald. Die kunnen we straks dan meenemen als we naar het strandje gaan. En dan gaan we nu richting de auto. Lekker genieten van deze dag. Wij zijn aangekomen bij Sambiel, bij het winkelcentrum hier. En we gaan eens even kijken of het leuk winkelen is. Ik hoop het wel. Ik wil nog even een leuke haar, want ik heb nu een zwarte. Maar het lijkt me ook wel leuk om een kleurtje te hebben. Dus daar ga ik even naar op zoek. En dan gaan we straks lekker richting het strand. Maar eerst eventjes winkelen. Duur bij Sambiel, want ze zijn nog gesloten. Ze zijn pas om 11 uur open, dus we gaan nu eerst door naar Casabau en dan waarschijnlijk de terugweg nog wel eventjes langs om daar te winkelen. Jee, het is zover. Wij kunnen naar Casabau. Nu nog alleen het zonnetje en deze mooie weg overleven. Goed, dat gaat vast goed komen. Let's go to the beach! En zijn we onderweg naar het winkelcentrum. We hebben heerlijk genoten de hele dag op het strand van Casabau. Super mooi, helder water. Echt heel relaxed daar. Helemaal niet druk. Tenminste, nu niet. Misschien normaal gesproken wel, dat weet ik niet. Maar het was echt super tof. Lekker gegeten daar. Lekkere frikadellen met patat. En ja, zoals ik zei, we gaan nu lekker winkelen. We wouden eigenlijk gelijk nadat we daar van het strand kwamen daar naartoe gaan. Alleen ja, het is toch niet helemaal lekker als je nog in je bikini.
bikini zit en je een beetje vies voelt. Dus vandaar dat we lekker eerst gedoucht hebben en nu die kant op gaan. Ik ga even op zoek naar een hoedje, omdat we morgen naar Klein Curaçao gaan. En daar natuurlijk de palle zon is en weinig schaduw. Dus dat leek me wel eventjes een goed idee. Dus daar gaan we lekker naar op zoek. En verder gewoon eventjes door de winkeltjes lopen. En als we straks terugkomen, kunnen we ook al gelijk aanschuiven in het restaurant, in het hotel. En gaan we lekker een hapje eten. Schatje, ga je maar het water? Is je laatste lopen? En daar zijn we weer. Ja hoor, het ziet er een stuk meer open uit dan vanmorgen. Zo, Mike en ik zijn weer terug van het winkelcentrum. Lijkt wel eigenlijk een soort kleine mall daar in Willemstad. En het was echt heel erg leuk. Heel leuke winkeltjes, een soort bodyshop. Ze hadden daar een H&M, Stradivarius, Bershka, al dat soort winkels. Dus echt helemaal top. Ik heb ben geslaagd voor een hoedje. Die zit hier in de tas bij de Aldo. En we hebben ook nog even bij de supermarkt een en ander lekkers gekocht. Zoals deze chippies, sour cream en onion. Oh, dat is een bonnetje. Blokjes kaas. We hebben laatst deze iced tea gehad, persik, en die is echt mega lekker. Dus daar hebben we een aantal blikjes van meegenomen. We hebben chorizo worstjes gekocht. En het belangrijkste, mijn hoedje. Echt, ik heb mijn voorhoofd echt verbrand vandaag. En iedere keer maar weer, laatst was het al aan het vervellen. Maar hierboven is het echt verbrand, dus vandaar even dat hoedje voor morgen. Helemaal prima dat het er niet uitziet, maar het is wel even praktisch. Ik ga hem nog even opfrissen, want ik heb het heel warm. Dus even een deodorantje op en dan gaan we beneden lekker eten. Wij lopen lekker langs het zwembad op weg naar een hapje eten. Hi. Hoi. Hi. Ik heb een McDonald's melding. Een McDonald's melding? Je zit bij een restaurant. Ik kan niet lezen, hij doet niet het scherpste. Tijd voor een nieuwe prijs. Speel de Kip Nugget Game om kans te maken en een toffe Nuggets Cap. Dat wil jij, hè? Ja. Oh, ons uitzicht vanavond. Heerlijk aan zee met zonsondergang. Weer allebei gekozen voor de lekkere hot wings. Lekkere mixed grill. En mijn ribeye. Zonder saus. Wij hebben heerlijk gegeten en nu is het tijd om te gaan slapen. Morgen vroeg gaan we naar Klein Curaçao en daar heb ik super veel zin in, maar moeten we vroeg het bed uit. Ik hoop dat je dit een leuke video hebt gevonden en de volgende keer weer kijkt. Doei doei!